Dag iedereen, welkom bij Terugvlucht. De affiche van deze week was natuurlijk Real Madrid-PSG. De heenmatch eindigde op 1-0 dankzij Mbappé. Maar de supporters van Real Madrid geloofden nog in de goede afloop. En zij hebben hun spelers gisteren nog voor de aftrap al een echt kippenvelmoment bezorgd. Een bal voor Mbappé. En dat is gevaarlijk. Man tegen man met Alaba. Kylian Mbappé. Oh, ongelooflijk. Donnarumma draait nog naar het eigen doel. En daar Vinicius kan iemand de bal inleggen. Benzema, ja, de goal. Daar komt 1 tegen 1. Benzema. En Benzema. En 2-1. 2-1 kan in Benzema. Wel in voetbal kan alles. En nu PSG. Oké, Vinicius, gelanceerd, maar Marquinhos er toch tussen. Geeft hem aan Benzema, 3-1, Benzema, onvoorstelbaar! Soms gebeurt er iets in het voetbal, eigenlijk vaker dan dat je denkt, dat er iets gebeurt dat je helemaal niet meer had zien komen natuurlijk. Hè. Dat is gisteren nog eens gebeurd en de impact van een goal gewoon op het vervolg is, dat is immens natuurlijk. Hè. Ineens, het zou toch niet mogen. Je bent 3/4 van het dubbele duel Paris Saint-Germain. Eigenlijk heer en meester, keizerlijk, zoals Paris Saint-Germain voetbalde, was adembenemend. Ik heb op een bepaald moment gezegd, ja, Real Madrid wordt eigenlijk een beetje vernederd hier. Krijgt voetballes, loopt als een klein ploegje achter de bal. Dat de bal redelijk ongrijpbaar was. PSG gewoon fantastisch goed spelen. Maar ja, op een gegeven moment valt er een goal en de manier waarop, he, door een flater dan ook, werkt ook altijd een beetje op gemoed. Was het een fout op de man? Ik vond dat niet. Nee. Want Pochettino in de krant, de persconferentie, de voorzitter Halka Leifi, toch een mens van stand, zal ik maar zeggen, is op de deur gaan kloppen, zijn relletjes geweest. Geen overtreding. Nee, ik vond dat niet. Nee. Benzema? Ja, dat is. Maar Benzema, 34 jaar. Fenomeen. Iets op de moeilijkste positie. Op het veld misschien wel. Ja, diepe fenomeen. En meer, want we hebben hem ook nog zien jagen op het moment dat het moeilijk was. Ja? En nog 0-1 was. En ja. Wij hem als enige zien jagen om het voorbeeld te geven aan die anderen. Om zijn ploeg levendig te houden. Om zijn leven te houden. Dat telt ook allemaal mee. En dan nog zo 3 binnen. Ja, dat is fenomeen. Nog eens onderstrepen. Als Courtois niet had gedaan in de heenwedstrijd, wat hij heeft gedaan, penalty gestopt, nog een paar saves, ja, dan hadden we hier vandaag anders gezeten. Ja, absoluut. Mag toch nog eens onderstrepen, ja, gisteren was het niet echt nodig, 1 save. Nee, okay. Zwaar, maar gisteren, ik heb de tijd uitzending ook gezegd, omdat hij moet ook nog aan terugdenken, wat is er gebeurd in de heenwedstrijd, toen was hij absoluut nodig. Real Madrid kan de Champions League niet winnen, daar zijn we toch over eens. Ja, dat zou ik denken, maar ja, op dat soort clubs, en we hebben nu gisteren ook gezien in dat stadion, je moet altijd met twee woorden spelen. Dat is zo in normale omstandigheden, en voor andere clubs zou ik zeggen, ja, maar ja, daarom is het ook Real en daarom hebben we het wel zo dikke school. Ik heb nog nooit zo dicht bij Klopp gestaan. Ja, heb je nog een paar goede raadgevingen voor Klopp? Nee, niks. Wat zou jij hem nu nog zeggen? Ik ben een beetje bang, maar ik moet zeggen, doe mij wel iets, want dat is zo dichtbij te staan. Jij bent toch ook een grote trainer geweest? Ja, zeker. Willem de Koning, we zitten hier in de make-up ruimte na de uitzending. Op dinsdag, Liverpool heeft zich geplaatst tegen Inter Milaan. Maar, vraag je Wim, wie heeft de mooiste goal gemaakt recent? Was dat Lautaro Martinez vandaag of Denis Undaf? Want dat waren twee vergelijkbare doelpunten, hè? Ja, dat waren vergelijkbare doelpunten. Toch moet ik zeggen dat die van Undaf, dat ik die nog net iets mooier vond. Even advocaat van de duivel spelen. Als Salah geen doelpunten maakt, Wim, heeft Liverpool het dan standaard moeilijk? Vandaag wel. Hè. Twee keer de paal getroffen, Salah. Niet echt geweldig afgewerkt. Maar ze voetbalden ook niet goed, Nicola. Look, we're so used to you scoring at any given opportunity. Was it just one of those nights? Yeah, I hit the post twice, so it's okay. Maybe next game I can score 3. Ik vond Milan in het Inter, in het veldspel, ja, minstens zo goed, zelfs net iets beter ook. Zij wisten wat ze moesten doen natuurlijk, wat risico nemen. Dat deden ze ook wel. Alleen moet je stellen dat met dat goede voetbal van Inter ze Liverpool eigenlijk nooit aan het wankelen gekregen hebben. Misschien bij die 0-1 die het zo wat uit de lucht viel, want het was de eerste keer dat Becker echt wel bedreigd werd.
Maar ja, goed, die rode kaart van Alexis Sanchez was er dan te veel aan. Ja, vond je het een terechte rode kaart voor Alexis Sanchez? Laat ons dat eens duidelijk stellen. Maar de eerste kreeg hij geel en had hij rood verdiend. En de tweede kreeg hij een tweede geel en was hij heel erg ongelukkig. Dus alles bij elkaar kan ik Mateo Laos begrijpen dat hij twee keer... Uiteindelijk zeker die tweede keer met die eerste fase in zijn achterhoofd dat hij hem uitsluit. Was eigenlijk niet slim van een zo ervaren voetballer, Alexis Sanchez, om op die manier dan nog in duel te gaan. Goed wetende dat hij de eerste keer al ontsnapt was. Goed, Liverpool, Wim, gaat door. Zijn ze voor jou nu na deze achtste finale meer of minder favoriet? Ietsje minder, heb ik het gevoel. Tot slot, Wim, een heel belangrijke vraag. Welke versie van Imagine vind jij de mooiste? Die van John Lennon of die van Peter van den Bemt en Gert Vrijen? Ik moet eerlijk zeggen, die van John Lennon, daar was ik niet echt favoriet van. Nee, ik moet toegeven dat wat zij nu deden, samen met alle Liverpool supporters, denk ik, tijdens de rust, dat heel erg geslaagd was. Maar ik kan mij langs de andere kant ook wel indelen dat Gert zijn kap diep over zijn gezicht trok om zichzelf te verbergen. Dat had mij dus ook wel voorstellen. Het was ook wel koud op Anfield. Het zal er ook iets mee te maken gehad hebben. Ja. De return tussen Man City en Sporting was overbodig na de 0-5 uit de heenwedstrijd. Het meest opvallende moment gisteren was de inbreng van Scott Carson. Pep Guardiola deed de 36-jarige doelman een pleziertje met een invalbeurt. En het was 18 jaar geleden dat hij zijn eerste en enige Champions League wedstrijd tot dusver speelde bij Liverpool. De invalbeurt was bijna van korte duur. Na een goede redding kwam Carson in botsing met Paulinho, gelukkig zonder veel erg. En verder valt er echt niks te vertellen over die match die op 0-0 eindigde. Dus vliegen we snel door naar München. Want dinsdagavond heeft Bayern zich dus geplaatst voor de laatste acht. De heenmatch in Oostenrijk tegen Red Bull Salzburg. Die eindigde op 1-1, maar die was ook snel vergeten. Want Bayern heeft de Oostenrijkers echt wel weggeblazen in München. Mannen, 7-1 is het geworden. Frankie, je had het eigenlijk al een beetje voorspeld. Hè? Maandag al zelfs, dat het een makkie zou worden. Ik had dat gevoel al na de heenwedstrijd. Dat dat geen probleem zou zijn voor Bayern. Ik was nog redelijk voorzichtig in mijn prono. Ik had 3-0 gezegd, maar ik wist wel dat het in principe een soort van walkover zou kunnen worden. Ja, de snelste hat-trick ooit voor Lewandowski. Michael, jij bent een man die veel weet. Wie was de vorige die beter had gedaan? Marco Simone. Cerca Simone, Simone! Tocca il gol! Simone, Simone, Simone! Dribbling secco, raddoppio su di lui, ancora Simone, destro, e gol, gol fantastico, ancora lui, Savicevic, parte cross teso, attenzione Simone, ancora dentro, incredibile! Blijft Lewandowski jullie verbazen, of niet? Nee, niet echt. Ja. Goed, ja, gisteren, Nicola, twee van de drie goals, twee penalties. Oké, je moet ze altijd omzetten. Dus op zich was dat dan tussen aanhalingstekens niet zo moeilijk. Maar het is natuurlijk wel iemand die onnoemelijk fit is. Zeer geconcentreerd is in elke wedstrijd fitten. En ja, op de loer ligt. Hè. Maar ook meer doet dan dat. Het is niet alleen iemand die een beetje staat te wachten. Het is ook iemand die hard werkt, die zich in de combinatie laat betrekken, diepgang heeft. Goed, Frankie Nagelsmann, maakt hij het soms moeilijker, Frankie, dan nodig is? Ja, dat zou je wel kunnen stellen. Ja. Ik denk, en ik blijf nog altijd zeggen dat ze de Champions League niet gaan winnen als ze op deze manier verder gaan spelen. Want ook gisteren, binnen het eerste kwartier, twee geweldige kansen voor Salzburg. Frankie, er was nog een ex-international gisteren in München, een Belg. Ja, Jean-Marie Favre zat met ons op het vliegtuig toen we naar München vlogen. Was hartelijk. Ja, heel sympathico. Ja, hè? Dus, nog niks veranderd, zou ik zeggen. Nee. En was er blij bij te zijn. Hij zat ook bij ons in het hotel. Hij brengt een boek uit over zijn eigen interessante leven. Eerst in het Duits.
En ik moet zeggen, dat dan in het Spaans. Frankie, ik ga je laten spurten, hè, want jij moet de trein halen naar Brugge. Ik ga jou laten vertrekken en Michael nog een vraag stellen. Oké, is goed. Dag Frankie, bye-bye. Weet je hoe vaak Bayern heeft gescoord de voorbije drie Champions League seizoenen, Michael? Gok. 120? Het is iets minder, het zijn er 100, maar dat zijn er wel nog altijd 31 meer dan eender welke andere ploeg. Dus... Ja, het is een machine. Hè. Het is echt niet normaal eigenlijk. Goed, Michael, welke trein of auto ga jij nemen? Ik neem mijn gezinswagen. Richting Antwerpen. Ja, voilà. Ja, Bayern München, Manchester City, Liverpool en Real Madrid, dat is al een heel mooi lijstje voor de laatste 8. Volgende week worden de laatste terugwedstrijden van de achtste finales gespeeld. Heel graag, tot dan.